Welkom bij Buzz, de podcast van de Vlaamse ondernemer. Het is vandaag allemaal een beetje nieuw. We zitten in een nieuwe studio met een nieuw decor. Ook de begingeneriek of jingle of hoe je het ook wil noemen was helemaal nieuw. Maar de inhoud van Buzz, die blijft onveranderd. We praten namelijk over diverse onderwerpen waar u als ondernemer dagelijks mee te maken krijgt. En vandaag is het onderwerp netwerken, want hoe belangrijk is dat nog deze dagen netwerken? En is netwerken anno 2023 anders dan pakweg 10, 15, 20 jaar geleden? We praten erover in onze studio met Maarten Kozijn van VOCA Antwerpen Waasland en Kevin Eekhout van De Geus Veloplan. Veloplan, jullie voorzien eigenlijk een mobiliteitsplan voor bedrijven. Maar dan niet met bedrijfswagens, maar bedrijfsfietsen. Klopt toch? Dat klopt helemaal, ja. Nu, laat ik beginnen met een zeer open vraag. Ik gooi ze in de groep, we kunnen er alle richtingen mee uit, maar netwerken anno 2023, hoe cruciaal is dat eigenlijk nog? Ja, supercruciaal. Ze zeggen toch vaak, het is nog belangrijker naast wat je kent en wie je kent. En ja, dat realiseer je wel door te netwerken. Bij mij staat het vast op mijn agenda. Ja. Ik denk dat Kevin gelijk heeft. Hè. Meer dan ooit ben je als ondernemer maar zo sterk als de kracht van het netwerk. En we leven nog altijd in een maatschappij, ook al is er heel veel digitalisering, waar dat die menselijke kant altijd de belangrijkste gaat blijven. Dus ja, de kracht van het netwerk. Fysieke contact blijft toch cruciaal. Nu, netwerken, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Je vertegenwoordigt ook wel meestal een bedrijf, niet alleen jezelf. Hoe doen jullie dat eigenlijk bij De Geus Veloplan, netwerken? Ja, ik ga altijd naar een event of naar een beurs met de insteek. Ik ga niet mijn ideale klant of mijn partnership daar onmiddellijk leren kennen, maar ik ga die wel leren kennen in het netwerk van de persoon die ik leer kennen daar. Dat vind ik wel heel belangrijk om dat te beseffen. De return zal er soms wel onmiddellijk zijn, maar niet altijd. En het is vooral belangrijk om daar met de juiste instelling naartoe te gaan. En dat is voor velen wel de uitdaging. Ja. Ik denk dat terug, Kevin slaat nagels met koppen. Hè. Een netwerk, wat is dat op zich? Dat is een aaneenschakeling van menselijke contacten. En het is heel vaak zo dat, zoals Kevin zegt, dat je in contact komt met iemand die op het eerste zicht misschien niet belangrijk lijkt. Of toch niet onmiddellijk in jouw doelgroep zit, of je kan er niet onmiddellijk aan verkopen, of het is niet direct een leverancier. Maar terug, niets is minder waar. Die mensen kennen terug heel veel mensen en het kan heel vaak zijn door daar een warm contact mee te onderhouden, ja, dat ze misschien voor u wel een aanbeveling doen. Hè? En dat ze zeggen, vorige week heb ik met Kevin gesproken en jij spreekt nu tegen mij over, ik heb een fietsplan nodig, maar ik zou toch eens met Kevin gaan spreken. Dus ik denk meer dan ooit, elk contact is super waardevol. Of dat nu rechtstreeks of onrechtstreeks is. Je gaf het daar net zelf al aan, Maarten. Er is een dingetje online natuurlijk. Hè. Hoe zit dat eigenlijk deze dagen? Wordt er volop online genetwerkt op een of andere manier ook? Zeker wel. Hè. We kennen natuurlijk de handige tools, LinkedIn. Ik denk dat iedereen in het professionele milieu, of toch het merendeel, daar gebruik van maakt. Maar wat zien wij heel vaak in termen van digitalisering? Digitalisering moet voor mij werken als ondersteuning van menselijke relaties. Ja. En digitalisering is heel vaak ook een opening maken naar. Dus waarvoor wordt LinkedIn vooral gebruikt? Om het netwerk te openen. Ja, dat zijn de typische berichtjes die je krijgt van... Hey, hallo, ik ben Maarten. Ik zag jouw profiel. Het lijkt me interessant dat we samen zitten. Werkt dat nog eigenlijk deze dagen? Ja, dat werkt wel. Ja. Zeker. Vooral als het op een ongedwongen manier is. Hè. Niemand heeft nood aan de geautomatiseerde marketingberichten die daar komen. Dan krijg je van een bedrijf uit Schoten, om dan als voorbeeld te geven, een Engelse tekst. Nee, klopt. Ja, dat werkt niet. Hè. Nee. Maar een oprechte vraag van... Hey, ik ben die persoon en ik wil u graag leren kennen. Tuurlijk, en daar wordt op gereageerd. En dan terug ga je naar dat fysieke.
is hoe dat wij Hoe zitten kijken. Die verhoudingen bij jullie, Kevin? Ja, wij zetten ook heel hard in op het digitaal uiteraard. Hè. Het is een gemakkelijke manier om een heel breed publiek te bereiken, uiteraard. Maar wij zijn ons ook wel bewust dat het in balans moet zijn, ook met het real life, met de real life ontmoeting die er wel moet zijn. Waarom? Omdat het... ik denk de connectie die je kan aangaan, real life, dat toch iets diepgaander verloopt. Hè. Je kan tonen echt wie je bent, hoe je overkomt, met welke passie dat je verhaal brengt. En dat verloopt, denk ik, online toch niet zo authentiek. Ja. En zo komen we natuurlijk bij bedrijvennetwerkdagen Antwerpen-Waasland. Maarten, dat is toch wel een belangrijk netwerkevent, hè? Zeker. Als wij kijken, we hebben een aantal wat wij noemen flagship events. Ja. En dat gaat heel vaak over inhoudelijk sterke sprekers. Zo hadden we dit jaar Sir Jim Ratcliffe, eigenaar van Ineos, bij ons op de bühne in de Stadsschouwburg. Het zijn events die echt wel over de inhoud gaan, waar netwerk evident een belangrijke pool nog in is. Maar voor ons staat die bedrijven-netwerkdagen, ja, dat staat met stip in de agenda. Dat is de relance na de zomer om het najaar positief en op een dynamische manier in te zetten. Ja, jullie zien daar echt wel graten in. Zeker. Ik denk dat er een periode was dat er gekeken werd naar beurzen als zijnde een eindig concept. Mm-hmm. Nu, alles hangt terug af, zoals we het er net hadden, over de inhoud. Wat is daar te beleven, wat is daar te voelen? En wat wij vooral hebben gemerkt, en ik denk dat corona daar ook een belangrijke speler in geweest is, dat is dat er terug nood was naar inderdaad dat fysiek contact. En dat is ook de reden dat we gezegd hebben, na een succesvolle eerste editie, we gaan er nu een tweede editie, een betere editie, een grotere editie van maken, met echt wel focus op die human touch. Ja, maar ik hoor je wel zeggen, het is vandaag nog meer belangrijker dan vroeger om innovatief te zijn. Zeker wel. We merken wel dat mensen maken bewustere keuzes maken als ze naar netwerkevents gaan. En terug, ik denk dat er een heel groot aanbod is. Er is een aanbod ook voor diverse plumage, als ik het zo mag zeggen. Maar wat je merkt is, als je iets kan aanbieden waarvan dat mensen op voorhand heel goed weten, dit is wat ik er ga zien, dit is wat ik er ga krijgen of wat ik kan verwachten, dan zetten ze wel die stap om naar jullie te komen. Ja. Kevin, jullie waren al aanwezig op dit netwerkevent. Dat is bij jullie een duidelijke overweging geweest, duidelijke keuze van daar moeten we echt wel naartoe? Ja, zeker en vast. Zeker en vast. We werken ook met een product, de fiets. Dat is een heel fysiek iets. En mensen die krijgen daar graag voeling mee. En door op een beurs aanwezig te zijn, kunnen we mensen echt die opportuniteit geven van kijk, dit is hetgeen wat wij brengen, dit is hetgeen wat het voor jou kan betekenen. Dus ja, absoluut, dat is een bewuste keuze. Wat wilden jullie bereiken vooraf dan? Wat was het doel? Om mensen nog meer bewust te maken van wat de fiets, ongeacht in welke situatie je zit, wat het voor jou kan betekenen. Hè. We moeten ons realiseren dat als extra legaal voordeel de fiets al in de top 5 staat vandaag. En in de transitie naar elektrische wagens, die er nu is, verloopt nog niet alles even vlot. En het alleenpakket dat een fiets nu is, van uiteraard de fiets zelf, de accessoires, de verzekeringen rond, die staat wel al stevig in zijn schoenen. En daar maken vandaag veel mensen al gebruik van. Ja. Ja, en mobiliteit is wel een kernthema in de regio Antwerpen-Waasland. Ik denk dat het minste is dat we kunnen zeggen natuurlijk. Hè. We staan nog de komende jaren voor een aantal mooie uitdagingen. Hè. We zijn natuurlijk heel tevreden dat heel het gebeuren rond Oosterweel uiteindelijk in een stroomversnelling is geraakt. Dat we daar bezig zijn. Dat we vooral voorliggen op schema. We mogen ook positief zijn in deze tijden. Maar die mobiliteit, dat zal de komende jaren altijd een aandachtspunt blijven. En daar zie ik inderdaad voor de business waar Kevin in zit en het Veloplan, ja, daar zie ik inderdaad wel mogelijkheden, ook richting die bedrijfswereld die er nu toch al serieus wat stappen in genomen heeft om die transitie, die mobiliteitstransitie richting de fiets dan in Kevin zijn verhaal, om die te zetten. Ja. Nu, even teruggaan naar bedrijfnetwerkdagen Antwerpen-Waasland. Wat hebben jullie er dan concreet uitgehaald? Wat was voor jullie de return on investment? Ja, het is vooral dat mensen die daar aanwezig zijn, of bedrijven die daar aanwezig zijn, dat die tot de vaststelling komen van, eigenlijk is het vrij toegankelijk om het op te starten.
Het kan kostenneutraal, wat vandaag de dag niet onbelangrijk is met de kosten die de meesten wel hebben op hun pad gekregen door alles wat er gebeurd is, corona, noem maar op, ja. Oekraïne. En het is een deel van employer branding waarmee je naar buiten kan komen van kijk, ja, ik profileer me als werkgever zo op de markt. Ik kan dit belangrijk gegeven omtrent mobiliteit uitrollen, gemakkelijk uitrollen. En ja, wat is onze return daarin geweest? Uiteraard dat mensen, ja, hoe moet ik het zeggen, daar ook gebruik van maken. Het staat on the roll, het staat stevig in de schoenen, wat ik daarnet zei. En mensen beseffen door met ons in interactie te komen op die beurzen dat het vlot loopt, om het zo te zeggen. Ja, ja. Ik ben ook persoonlijk heel blij dat Kevin zelf het woord kostenefficiënt gebruikt. Hè. Want het is vanuit mijn rol natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen bedrijvennetwerkdagen is een budgetvriendelijk concept. Tuurlijk, hè, ik moet dat zeggen. Maar het is ook zo. En daarom ben ik blij dat Kevin het zegt. Want we spreken eigenlijk over een verhaal waar je voor €1.650... exclusief BTW, eigenlijk al 2 dagen een stand kunt hebben. En waar dat wij ook de eerste editie al van de standhouders hebben gemerkt, ja, die €1.650, die weegt eigenlijk meer dan op tegenover de warme leads die we daar hebben gekregen. En waarin zien we dat overduidelijk? Dat is eigenlijk het feit dat vandaag, voor die tweede editie, dat meer dan 90% van de standhouders van vorig jaar opnieuw inschrijft. Ja. Dus er moet wel iets van aan zijn dat dat de return on investment er zeker in zit. Ja, en ook wel belangrijk natuurlijk het publiek dat naar het netwerkevent komt. Hè? Dat is ook heel breed. Hè? Het is een heel breed publiek, dat klopt. Maar het is natuurlijk fijn dat we nu kunnen spreken over de tweede editie. Wat maakt dat we al wat analyses hebben kunnen maken over de eerste editie. Dus het voordeel dat wij zien is inderdaad dat het niet sectorgebonden is. Het is geen thematisch gebeuren. Net zoals onze organisatie niet sectorgebonden is. En het leuke dat je daar ziet, dat is dat innovatie komt heel vaak uit interactie tussen verschillende domeinen. En een voorbeeld dat ik regelmatig aanhaal, dat is dat innovatie in de voedingssector, of liever procesoptimalisatie in de voedingssector, van waar komt dat heel vaak? Wel, omdat die bedrijven gaan kijken naar de petrochemie. Dat zijn bedrijven die zoveel verder staan op vlak van die procesoptimalisatie en eigenlijk kunnen andere sectoren daarvan leren. Nu, een tweede luik dat we daar gemerkt hebben in de analyse van de bezoekers, hè, dat is niet onbelangrijk, wie is de bezoeker? Eigenlijk merk je daar 38% is niveau CEO-bedrijfsleider en 75% is beslissingsnemer of heeft impact op de beslissing. Wat natuurlijk maakt dat je daar met een doelgroep zit die je inderdaad rechtstreeks kan gaan targeten en waarvan je ook weet, oké, hier kunnen we echt wel iets mee. Voor de bedrijven die hier staan, super interessant dat het wel degelijk de beslissingsnemers zijn die present zijn. Hoe hebben jullie dat ervaren, de eerste editie? Ja, zoals Maarten het zegt, ze verzamelen de leads voor jou. Hè. Dus eigenlijk, ze dienen zich aan. Hè. En het is een opportuniteit om daar onmiddellijk rechtstreeks contact mee te leggen. En stappen over te slaan die soms moeten genomen worden als de beurs er niet is. En dat maakt het wel leuk om onmiddellijk die beslissingsnemer te hebben. Om onmiddellijk straightforward to the point te komen. Ja. Nu, jullie staan daar met de stand tussen pakweg 140 andere exposanten. Ja, hoe pakken jullie dat aan? Want het doel is natuurlijk stopkracht genereren. Mensen moeten stoppen, net aan jouw stand. Je wil mensen leren kennen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ik denk vooral dat je het leuk moet maken. Hè. Mensen komen daar naartoe. Er zijn inderdaad heel veel standen. Hè. Je moet ergens wel in de picture komen. Gelukkig kunnen wij dat wel doen met de fietsen die er vandaag zijn. Ja. Hip kleurtje, een leuk model, een bromp, een vouwfiets. Zij zijn heel fijn, heel toegankelijk om mee te nemen. Ja, kom, laten die mensen daar gewoon met het product zelf fietsen. Dat is leuk. Dan blijf je wel wat hangen. En denk wel dat iedere sector wel heel creatief kan zijn om ook op zijn eigen manier in de picture te komen. Dus dat is eventjes nadenken, maar vooral leuk maken. Ja, Maarten, welke tips en tricks zou je kunnen geven voor bedrijven die bijvoorbeeld een minder tastbaar product hebben in vergelijking met de fiets bijvoorbeeld? Ja, het gaat over creativiteit. Ja. En als ik
twee jaar geleden op de beurs rondliep, dan verschoot ik toch hoeveel creativiteit dat er in ons ondernemerslandschap zit. He, er waren mensen die... er was een PlayStation-spel dat gespeeld kon worden in ruil voor bepaalde goodies. Ik heb een dartsboard zien staan. Ik heb een toog zien staan die weggelopen was uit FC De Kampioenen. Volgens mij was het dezelfde toog. Ik wil er vanaf zijn. Maar dat zijn zaken die natuurlijk allemaal kunnen aanspreken. En mensen gaan nu eenmaal ook graag met iets naar huis. Ze hebben graag iets. Werkt dat nog altijd, ja, de goodies? De goodies werken zolang het bruikbare goodies zijn. Mm-hmm. Ja, als ik naar het verhaal van fietsen de Geus Veloplan kijk, zelf een fietser, en dan denk ik, hop, met een leuke bidon, ik ga daar graag mee naar huis. Dat is fijn, hop, de volgende rit zit hij in bidon, maar is het vooral fietsen de Geus die altijd in beeld blijft. Dus ik denk dat je daar als onderneming zeker kunt kijken van, wat hebben wij te bieden, in welke sector zitten wij? En terug, we spreken dan niet over de balpennen, hè. De USB-sticks, het zouden al mini-USB-sticks moeten zijn op vandaag. Maar ga inderdaad gaan kijken naar, zoek iets in lijn met wat je doet, met wie dat je bent. En vind iets dat mensen echt aangenaam vinden om mee te nemen en ook gaan gebruiken. Ja, jullie zijn al aan het broeden voor de volgende editie. Qua stand, hoe alles eruit zal zien. En... Ja, ik heb zelf een tipje van de sluier. Als je bij ons binnen de 10 seconden een bromt- en vouwfiets gaat ontplooien, dan win je er misschien een. Oh, kijk eens aan. Fantastisch. Ja. Nu, een netwerkevent zoals deze hier, kunnen we stellen dat dat voor een stukje ook de barometer is van de economie? Of gaat dat te ver? Ik denk dat het iets te ver gaat, maar het is wel een moment waarop dat je inderdaad wat kan voelen. Ja. Is het de lijn die wordt uitgezet voor de toekomst? Nee, denk ik niet. Maar het is wel een plaats waar dat heel veel ondernemingen met elkaar in contact komen en waar dat de gesprekken toch gaan over de uitdagingen van deze tijd, maar ook over de opportuniteiten van deze tijd. En terug, er zijn uitdagingen, hè. Daar gaan we niet onnozel over doen. We zitten met een heel krappe arbeidsmarkt. We zitten volop in die energietransitie. We zitten nog altijd met heel veel bedrijven die struggelen met alles dat te maken heeft van digitalisering. Ik denk dat wij daar als organisatie onze rol moeten spelen. We moeten zorgen voor die sensibilisering op dat vlak. Ook de belangen moeten blijven behartigen richting de actoren die daarin betrokken zijn. Maar het is inderdaad wel... Een praatbarak is niet het juiste woord. Maar het is wel een moment waar dat er onderling effectief kan afgestemd worden. Vertel eens, hoe zit het met dat sentiment tegenwoordig in de regio Antwerpen-Waasland dan specifiek? Het sentiment wordt beter en beter. Ja. Dus dat moeten we wel zien. Wij hebben als organisatie ook op regelmatig enquêtes bij onze ondernemingen. En wat je daar ziet is dat er natuurlijk... Het is veel op elkaar geweest. Je komt van een coronacrisis rechtstreeks in een oorlog. Rechtstreeks in een energiecrisis. Eigenlijk, wat merk je op vandaag? Dat is dat een aantal zaken zijn gaan liggen. Corona is, het is er, maar de impact is helemaal anders dan 2 jaar geleden. De oorlog in Oekraïne, die is er ook, zeker en vast. Maar je merkt wel dat de energieprijzen, dat die daling terug volledig is ingezet. Wat niet wil zeggen dat we uit de problemen zijn. Ik denk dat het is een warme oproep naar de overheden toe om daar zeker en vast nog altijd heel nauw op toe te zien dat we niet terug in datzelfde verhaal komen. Maar je werkt wel in ondernemerslandschap van kijk, er zijn terug optimistische vibes. We kijken vooruit, we kijken naar de toekomst. En ik denk, om eerlijk te zijn, dat dat ook de kracht is van de ondernemer. Het zijn heel vaak mensen die richting die toekomst terug durven kijken. Vroeger was er 1 editie van de bedrijvencontactdagen. Nu worden er verschillende edities georganiseerd. Ook in de andere provincies, in Limburg is dat zo. In Kortrijk dus ook. Het vertelt wel iets, hè, over dit event, Maarten. Effectief. Hè. Dus ik ken bedrijvencontactdagen met roots in Kortrijk. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik het zelf al meer dan 12 jaar ken. Ik ga nooit vergeten, in een van mijn eerste jobs als commercieel werd er tegen mij gezegd van dat is het event waar dat je naartoe moet.
ja, natuurlijk, jaren later krijg je plots de kans om het in samenwerking met diezelfde organisatoren, die toch ook wel ja, internationaal ook gekend staan rond de zaken die ze doen, ook gekend staan voor het niveau waarop dat ze doen. En ben ik eigenlijk gewoon heel tevreden geweest dat ik die kans heb gekregen om vanuit Antwerpen-Waasland het concept mee over te nemen. Weliswaar binnen een iets ander format, want de ene regio is de andere niet. Maar ik ben heel fier dat we het zelf hebben kunnen doen. En die eerste editie heeft bewezen dat daar een enorm potentieel zit. En ik denk dat de tweede editie de editie van de bevestiging zal worden. Zijn er dan andere nuances per regio, per provincie? Er zijn andere nuances. In die zin dat Antwerpen, heel specifiek Antwerpen-Waasland... het is een smeltkroes. In die zin, wij zitten met een aantal heel grote bedrijven. Binnen onze organisatie hebben wij de 22 grootste industriële ondernemingen, de 11 grootste werkgevers uit de haven, zijn bij ons aangesloten. Ja, dat is een andere dynamiek dan het veeleer KMO-landschap dat zich in West-Vlaanderen zit. Nu, wat je daar wel merkt is, in West-Vlaanderen is het net iets meer nog de ons kent ons. Wat een heel fijne dynamiek ook geeft op de beurs, waar dat het in Antwerpen iets meer pure business is. Dus ik krijg wel het gevoel dat de mensen komen heel graag naar de beurs, maar ze weten heel goed waarom dat ze naar de beurs komen. En dus niet per se om 's avonds nog eens gezellig een pint te drinken. Nee, ze weten wel heel goed, wij willen gaan netwerken, we willen die bedrijven zien. Dus daar gaan we voor. En daar zit er wel een stukje culturele verschil. Ja, want als ik puur naar de cijfers kijk, nu Kortrijk heeft de roots, heeft een lange geschiedenis. Daar zitten ze nu aan 600 standhouders, 15.000 bezoekers. Ik zou bijna zeggen, de West-Vlamingen zijn betere netwerkers dan de Antwerpenaren, maar dat wordt hier ontkracht. Ik denk niet dat het betere netwerkers zijn, hè. Maar het zijn zeer goede netwerkers, dat moeten we wel toegeven. En ik denk dat daar die West-Vlaamse huiselijkheid, dat is een beetje waarmee dat ik het ook vergelijk, dat is echt het event waarop dat iedereen aanwezig wil zijn. Ze zijn ondertussen al heel wat jaren ver, maar dan moeten we ook durven kijken naar hoe zijn zij ooit begonnen. En het is heel fijn dan om te zien dat wij vanuit Antwerpen daar zeker mogen mee meepraten over de beginjaren. En terug bij onze eerste editie hadden wij 140 standen. We hadden 2500 bezoekers. Wij zien nu al op vandaag dat er al meer dan 100 standen terugverkocht zijn. Dus al 70% van de beursvloer is eigenlijk volzet. Dat was een pak meer dan dat we de eerste editie al hadden op deze moment. Dus terug, ik ben er zeker van dat we ook ooit aan die aantallen kunnen geraken. Ja. Kevin, zijn er leerpunten die je meeneemt van de eerste editie voor jullie bedrijf dan zelf? Ja, vooral, ga niet alleen. Hè. Als je met meerdere bent, kan je echt wel proactief ook zelf... even een stapje gaan nemen om contacten te leggen. En je laat nooit natuurlijk graag jouw stand onbemand. Hè. Dus dat is vooral een tip die ik meegeef. En ook om te vertrekken naar de beurs met met effectief een plan. Hè. Een plan dat je voor jezelf uitmaakt. Ik wil 20 nieuwe contacten leren kennen. Ik wil dit deel van mijn business in de picture zetten. Dat je echt wel... daar naartoe gaat met het idee ook om later die return op basis van dat plan te kunnen staven en te kunnen evalueren. Want natuurlijk, zoals je daarnet vroeg, die return is moeilijk om dat op het moment zelf echt wel te gaan berekenen. Maar het komt vaak onverwachts later. Maar dat zijn allemaal wel zaken die je dan kan meenemen in die evaluatie van wat is de return nu eigenlijk geweest van deze mooie beurs. Ja. Zeker de eerste momenten van zo'n netwerkevent. Ik kan me inbeelden dat dat wel redelijk intimiderend ook kan zijn. Hè? Ja, absoluut. Hè. Ik ben zelf 33 jaar. Dus ik kan niet zeggen dat ik bij de jonge generatie hoor. Ergens tussenin. Hè. Ik voel mezelf nog jong, uiteraard. Maar ik merk het wel dat bij de jongere generatie vooral het digitale wel primeert. Waarbij het altijd niet evident lijkt bij hen om echt wel dat contact te gaan leggen. En bij de oudere generatie zit dat toch meer iets ingebakken. Dus ik vind het wel... Dat is een drempel waar je toch nog over moet. Voor mijzelf in het begin was dat wel een drempel. Hè? Maar ondertussen geloof ik ook in het verhaal die ik breng van de fiets of de bedrijfsfiets zo toegankelijk mogelijk maken. En ik blijf bij mensen zijn. We zijn er en we hebben nood aan interactie.
En dat kan je zo goed doen op een beurs. Het is zo toegankelijk. Ja, het ligt voor het grijpen. Ja, en, merken jullie dat eigenlijk ook vanuit FOCA, dat er een verschil is tussen generaties op vlak van netwerken? Zeker wel, zeker wel. En ik denk dat het heel belangrijk is als organisatie dat je probeert om drempels weg te nemen. En dat is een voorbeeld van wat wij doen op de beurs. Is eigenlijk, wij starten voor beurs altijd met een netwerkmoment tussen de standhouders. Dat is niet onbelangrijk, want eigenlijk, we denken vaak aan die bezoekers. Zeker en vast, heel interessant. Maar bijvoorbeeld voor Kevin, ja, daar staan nog 139 andere bedrijven rond hun stand die mogelijk ook interesse hebben in wat zij aan het doen zijn. Wat natuurlijk maakt dat je al een eerste connectie maakt met je standhouders, waardoor dat de rest van die twee dagen alles gaat wat vlotter. Nu, wat je zegt rond de jongeren, wat Kevin ook terecht aanhaalt, die zijn geboren met de gsm in de hand. Ik denk dat wij daar als een soort tussengeneratie zitten. We zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Maar dat is de generatie die effectief, zoals ik daarnet al vertelde, die vragen aan hun moeder vanuit hun slaapkamer, is het eten klaar? Dus wij verwachten dan ook van die generatie dat die op een netwerkevent toekomen en eigenlijk zomaar met iedereen beginnen praten. Het ligt niet in hun aard. Nee. Ze zijn het niet gewoon. Nu, een van de zaken die wij heel bewust nu gaan doen op de bedrijvennetwerkdagen, wij gaan op een van de twee dagen een groot community event organiseren vanuit Startup Antwerp, wat een orgaan is die eigenlijk starters, scalers samenbrengt. Wij organiseren daar pitches voor, community sessies. En we gaan die community sessie nu deze keer op de beurs laten doorgaan. Wat ook maakt dat er plots een 150-tal startende jongeren zitten en we gaan die onmiddellijk meetrekken in de dynamiek van de klassieke beurs. Dus terug die drempel proberen verlagen en ervoor zorgen dat ze inderdaad in contact kunnen komen. Ik heb begrepen dat jullie ook een soort van Tinder gaan organiseren. Laten we Tinder... Ik zeg wel een soort van Tinder. Hè? Nee, maar laten we Tinder for Business van maken. Ja. Dus een van de zaken, we hebben uiteraard ook geleerd van wat was er goed aan de vorige editie. En de vorige editie hebben we heel veel positief feedback gekregen rond een concept dat wij de netwerkcarousel noemen. En vandaar, ik begrijp de Tinder-vergelijking. Het gaat eigenlijk over business speed dating. Op heel korte termijn iemand leren kennen. Wij deden dat eigenlijk elk uur. Dus elk uur op de beurs vond er een netwerksessie plaats. Netwerkcarousel, waar 60 mensen konden aan deelnemen. Mensen hebben dat heel goed bevonden. Vandaar ook dat Kevin Volg, kom met meerdere mensen naar de stand. Dan kan er iemand deelnemen aan de carousel en kan er iemand de stand bewaken. En we hebben daar dit jaar toch de ambitie om de grootste netwerkcarousel van Vlaanderen te maken. Onze cijfer ligt momenteel, we hebben dat al eens op een ander event gedaan. We zitten momenteel op een sessie met 240. Dus wij willen daar toch wel ruim overgaan op de beurs. En het grootste speeddating, Tinder for Business event. Kevin, is dat iets voor jou? Speeddaten? Ja, absoluut. Jullie mogen dat weten, ik ben er vrij open over. Maar ik heb mijn partner via Tinder leren kennen. Kijk eens, dus uiteraard kan ik er alleen maar blij om zijn dat er is. Dus ik ga er ongetwijfeld aan deelnemen. Het is al kort even aangehaald tijdens deze podcast. COVID, corona. Iedereen moest in zijn kot blijven. Kevin, voor jou, Veloplan, was dat wel een interessante periode natuurlijk. Want iedereen wou plots op de fiets springen. Ja. Dat is een van de weinige dingen. Ik denk de enige dingen die nog mocht. Hè, naast de gedwongen of de verwachting dat mensen binnenbleven. En fietsen kon nog. Dus ja, dat heeft wel een gigantische invloed gehad op hetgeen wat wij deden. Hebben jullie dan na COVID, toen iedereen terug uit zijn kot mocht, gemerkt van ja, er is wel wat knaldrang. Alle ondernemers willen nu terug buiten komen en zeker deelnemen aan netwerkevents? Zeker wel. Maar ook zelfs tijdens COVID, hebben we eigenlijk meer dan ooit gemerkt dat die menselijke band zo belangrijk is. Het kan raar klinken om te zeggen, maar wij zijn als VOC Antwerpen-Waasland, wij zijn enorm gegroeid in die periode. Enorm gegroeid in ledenaantallen ook in die periode. En dat meerdere redenen, er waren gewoon heel veel bedrijven die zeiden van alles is toe, we kunnen niet meer. Ja, ik denk dat daar met die veerkracht heel belangrijk was, creativiteit. En wij hadden toen, de eerste week na de eerste lockdown, hadden wij de vrijdag daarop al een netwerkevent digitaal
voor 100 man. Nu, wij moesten nog uitpluizen hoe dat Teams of Zoom werkte. Het was een heel hectische week. Maar daar hebben wij gemerkt, oké, mensen willen nog altijd echt in contact blijven met elkaar. Het enige dat je ziet is, van zodra het terug fysiek kan, ja, dat die digitalisering eigenlijk niet de oplossing biedt. Want mensen zeiden tegen ons, leuk gedaan, heel tof, fijn, maar het kan terug fysiek. Dus geen nood meer aan die digitale sessies. Dus het is geen blijver meer? Dat merken jullie, ja. Nee, er werd letterlijk tegen ons gezegd, fantastisch wat jullie gedaan hebben. Dat heeft ons door die periode getrokken. Maar nu dat opnieuw kan, ja, nee, dan gaan we terug liever fysiek. Ik ben de podcast begonnen met een zeer open vraag. Ik ga er ook mee eindigen. In hoeverre speelt de factor toeval een rol bij netwerken? Wat denk je, Kevin? Nee, ik denk dat toeval niet het juiste gegeven is. Je dwingt af elke actie die je onderneemt, daar dwing je wel iets van af. En vaak komt het onverwachts en dan kan je wel zeggen het is toeval. Maar daar geloof ik niet in. Ik denk dat het echt allemaal wel te maken heeft met allemaal een voorgeleide van alles wat je onderneemt op het event zelf. Ik ben er heel duidelijk in. Toeval bestaat niet. En volgens mij is terug wat ik in het begin zei. Netwerken is een aaneenschakeling van menselijke contacten. En terug, als je elk contact op de juiste manier benadert, op de juiste manier aanpakt, dan zal dat ooit op een juist moment tot succes leiden. Mm-hmm. Dus terug, toeval bestaat niet, maar neem gewoon de kansen die je aangeboden krijgt. En dat kan volgens mij nergens beter dan op de bedrijvennetwerkdagen. Dat is een mooie tip om mee af te sluiten. Maarten Kozijn van VOCA Antwerpen Waasland en Kevin Eekhout van De Geus Veloplan. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Mocht u zelf interesse hebben om erbij te zijn op Bedrijvennetwerkdagen Antwerpen Waasland, dan kan u terecht op de website antwerpen.bedrijvennetwerkdagen.be. U thuis bedankt, of waar dan ook bedankt, voor het kijken en luisteren. Dit was Buis, de podcast van De Vlaamse Ondernemer. Heel graag tot een volgende keer.